Ik ben de eerste. Het zit namelijk zo. 25 jaar geleden exact, 31 maart 1960, heb ik een amoureuze afspraak gemaakt met een jonge man. Wij waren met een stel jongens en meiden uit Leiden van een gemengd dispuut wat heel modern was voor die tijd, een week in Parijs. En ik werd stapelsmoor op Henri, een zesdejaars student Frans. Henri Hogemuts van de Hogemuts uit Coevorden. En wij hadden echt een amourette à la folie, totale man. En ik ben nu ook weer op van de zee en ik heb al twee keer het bidet ondergevomiteerd van het hotelletje waar we toen ook zaten, maar ik heb gelukkig mijn pillen bij me. En we hebben toen afgesproken over 25 jaar, met wie we ook getrouwd zijn allebei. En ik ben getrouwd met meester Frans van Putten, de beroemde notaris. Want die denkt dat ik bij mijn nicht in Parijs zit. Over 25 jaar spreken wij af onder de Eiffeltoren. Op 31 maart 1985 om 12 uur 's middags precies. En ik ben de eerste, want hij is er nog niet. Hè? Dat was een week om nooit te vergeten. Wij hadden een amourette totalement passé radical. En met Henri heb ik het ook voor het eerst op zijn Frans gedaan. Ik vind dat je daar gewoon over moet kunnen spreken. Met mijn man Frans van Putten, hoewel hij Frans heet, heb ik het nooit op zijn Frans gedaan. Ik vind op zijn Frans moet je het doen in Parijs. Op zijn Frans in Amstelveen vind ik niks. Naar Parijs. Over 25 jaar, het is wat, hè? Want je had toen het liedje van over 25 jaar zal ik jou nog steeds beminnen. Ook al hebben wij gereisd haar, want we blijven jong van binnen. Nou, dat zijn we dus gebleven. Ik heb hem nooit meer gezien sinds die tijd. We hadden echt zo'n romantische afspraak van we bellen niet, we schrijven niet over 25 jaar onder de Eiffeltoren. Harry Hogemuts en ik. Une heure, merci monsieur. Une heure, dat is 1 uur trop tard, hè? 1 uur. Jeetje, we hadden toch? Ja, nee, we hadden niet op de Eiffeltoren afgesproken, het was onder de Eiffeltoren, want op de Eiffel, nee, dat zou hij niet durven, de schat, hè? We waren toen met het hele dispuut op de Arc de Triomphe en dat werd Henri onmisselijk. Dat wil zeggen, misschien deed hij het er wel om dat hij met mij naar de kamer wou, maar bovenop het Arc de Triomphe kreeg hij het al, dat hij misselijk werd. Dus nee, we hebben onder de Eiffeltoren afgesproken, dat weet ik zeker hoor. Dat, Ze komt jong? I don't know, it's 22. 22-22? Yeah. Thank you very much, madam. 22-22. 22-22, dat is kwart voor twee, hè? Ja, dat klopt het wel. Dan is het geen zomertijd. Dan is er iets helemaal verkeerd gelopen in 25 jaar. We hebben elkaar ook niet meer gesproken of gezien, hè? Ik heb alleen nog 1 keer een foto van hem gezien. In intermediair zag hij er fantastisch op uit. Bonjour, monsieur de la réception. Bonjour, madame. Il fait beau, mais il fait froid. Oh, c'est froid. Y a-t-il peut-être un message pour moi? C'est la chambre 208. Oui, c'est c'est madame Van Putten. Madame Van Putten. Non, pas Putten. Putten, Putten. Madame Putten. Van Putten. Non, rien du tout. Rien. Ah bien, c'est la vie. C'est la vie. Merci, monsieur. Bonne journée. Thank you.
Reprends courage. Geen van die pils. Weet je wel. Aan de bodem over de maquette. Zo. Hij zit niet lijkt, moet ik bedenken. Harry is Harry niet meer. Hè? Slap Janus met zijn mooie belofte. Hè? Meisje het hoofd op hol brengen. Ja, ja, dat kun je. Oh. Reprends. Takeur, Carla. No, tolkeur, reprends, tolkeur. 1000 kerels in Parijs. En nu zit er wel niet over met ze te wachten. No, wat is die over? Nu nee, hoor, nergens van over. Hoppakee met de beentjes. Aan Paris weer. Pas een message pour moi. Pas een message pour madame van Bretagne. Oh, merci, monsieur. Merci. Ja, dit lijkt me wel een mooi plekje. Nou, Harry Hogemuts, met je mooie belofte. Je was toch altijd zo gek op de scène, hè? Ik dronken worden als een idioot.